Op zondag 18 januari vond in Deruchten in Zomeren de tweede editie plaats van de Wijs en Goedbeurs. Maar liefst 45 ZZP'ers en kleine bedrijven uit de regio presenteerden op inspirerende en vaak verrassende wijze hun bedrijf. De hele begane grond van Deruchten was daarbij in gebruik voor de diverse standhouders. De tweede beurs is geopend. Hadden jullie dat vorig jaar verwacht? Nou, wel gehoopt in ieder geval. Nou, kijk, de aantal inschrijvingen kan je natuurlijk wel merken dat het vorig jaar een heel groot succes was. En de mooie bekomstigheid dat het toen ook echt enorm druk was. Je kon bijna over de koppen lopen hier. En dat is natuurlijk wel een uitgangspunt voor om deel te nemen aan de beurs. Hoeveel stands zijn er? 48. Ja. Nog meer dan als vorig jaar? Ja, zijn er meer als vorig jaar en ze hebben ook meer de ruimte gekregen. Want vorig jaar was het de eerste editie alleen in de Rabozaal te doen. En dit jaar hebben we uit moeten breiden naar de hele benedenverdieping. Dus elke vierkante meter is benut om het te kunnen realiseren. Dus daar zijn we heel blij mee. Wat vind je van dit initiatief van Koen en consorten? Ja, een geweldig initiatief. Ik heb het net ook al gezegd van... Dat het heel belangrijk is dat mensen een podium hebben, maar vooral ook samenwerken. En dat heeft Koen heel goed gezien en is er ook een voortrekker in. En, want als je, ja, ZZP'ers is tegenwoordig vaak een beetje uit nood geboren. Een aantal jaar terug was het een beetje een luxe om ZZP'er te zijn, maar nu moeten mensen zelf op pad om werk te vinden. En dat is heel lastig als ZZP'er, er komt heel veel bij kijken. En daarom is het heel goed dat je samenwerkt, want dan kun je dus netwerken, dan kun je aan je klanten komen. En wat de een goed kan, dat kan de ander wel beter aanvullen met iets anders. Ik hoop dat heel veel mensen komen, ik hoop dat ze met name heel veel klanten krijgen. Ik heb net ook leuke reacties gehoord van starters die vorig jaar hier stonden. Die zeiden van ik heb toch veel klanten aan overgehouden, misschien niet direct vandaag. Maar nou, en ik hoop dat het een stimulans is voor mensen die pas beginnen. Om dat ze goed bestaan kunnen bouwen. En wat verwacht je van de beurs? Want het is de tweede, had je dat vorig jaar verwacht? Nee, echt in de verste verre niet hadden we dit durven dromen. Dat we zoveel bezoekers zouden hebben. En we stonden er helemaal perplex van. En eigenlijk meteen al het enthousiasme wat we het eerste jaar hadden, hebben we toen ook meteen besloten van oké, ja, daar gaan we vervolg aan geven. En vandaag staan we hier dus voor de tweede keer. Ja, en Tim Rijper die had het in zijn speech over tot volgend jaar, dus er staat al een derde op stapel. Dat had hij nog niet tegen mij gezegd, maar dat gaat er zeker van komen. En ook wij willen ook heel graag ook die derde editie gaan organiseren.